Hallo. Ik had u niet van langs achter verwacht. Is het met kussen? Ja. En waar gaan we naartoe? Naar de Singel, conservatorium. Ik doe kleinkunst. En dan denken mensen altijd dat het iets met kleien is of zo. Maar dat... Kleinkunst? Nee. Je bedoelt meer cabaret dan eigenlijk. Maar kleinkunst is toch zingen en muziek alleen? Nee? Ja, dus niemand weet wat kleinkunst is. Okay. Ik vermoed een zweem van Nederlands in uw accent. Ja. Zit jij in Antwerpen nog, Germa? De eerste 2 jaar waren echt verschrikkelijk, eigenlijk. Ja. Echt? Ja, ik kon niemand verstaan en ik voelde me echt een alien. Antwerps is toch een wereldtaal? Kom jij hier vandaan, uit Antwerpen? Ja. Allee, nee, niet. Ja, zo in de buurt van Antwerpen, ja. Waar we nou in Nederland kom je? Rotterdam. Ah, top. Wat? Lijkt bijna sarcastisch. Nee, helemaal niet. Ik vind Rotterdammers top. Goeie mentaliteit in Rotterdam. Ik treed er graag op. Rotterdammers zijn meer van... We gaan ons amuseren vanavond. Ja. Ik moet moeite doen als ik in Nederland ben om enthousiast over te komen. Mensen denken altijd dat ik daar niet graag ben of dat ik kwaad ben op hun of hun, dat het mij niet aanstaat of zo. Omdat ik niet enthousiast overkom. Ja. Als ik gewoon praat en ben zoals dat ik ben, dan denk ik echt van, wat is het probleem met die jongen? Dus ik moet dan echt zo moeite doen van... Ik doe dan zo wat extra enthousiast. Ik zeg dan al iets meer van, leuk. Fantastisch dan. Ja, ik heb net ook gezegd tegen jou van, ben je nou sarcastisch of niet? Ja, dat is waar, ja. Ja. Oei, en die durven dat dan waarschijnlijk niet vragen. En dus dan denken die dat ik eigenlijk sarcastisch ben. Oei. Ja. Daarom heb ik zo weinig vrienden in Nederland. Je kunt niet ondertussen ook Antwerps spreken. Ik heb wel eens een monoloog gedaan in het Antwerps. Doe eens een stuk uit de monoloog dan. Eigenlijk wilde ik heel graag met mijn vent Pieter Jan naar Rotterdam. Maar wat blijkt? Mijn vent die ineens dus sinds een paar jaren een bijzonder vervelende ziekte is aan de bol. Dus... Kost zou wat in één keer te blaten. Ik weet het even. Keigoed. Dat is keigoed. In dat gebouw hier? Ja, in het houten gebouw. Doe maar op het gemak, ja, doe maar op het gemak. Ja. Ja. We menen dat niet als we dat zeggen. Nee, daar denk ik niks van. Ik denk gewoon opschieten. Voilà, ik denk dat je op de slechtst mogelijkste plaats... Nee, de volgende. Ja? Oh, okay. Ja. Nou, het was leuk. Ja, dank u vriendelijk. Gaan we nu nog eens kussen? Ja. Nou.